Hallo allemaal en welkom nog eens op een filmpje. Jullie zien dat deze Child Focus bericht aan het pinken is. Jawel, wij willen hier aandacht aan besteden. Onze Casper is echt vermist. Onze goede YouTuber is vermist. En die had dus een YouTube-kanaal. Ik had er ook even bij kopen. Ziet Kastie op. Heette dat als nickname. Die maakte dus FIFA-spelletjes, Formule 1-spelletjes. Noem maar op. Want hij was een influencer, een acteur en een host. Dus als je ook naar zijn YouTube-kanaal gaat, dan zie je echt heel mooie dingen. Zo gelijk, hij is dus ook gesponsord door G2A.com. Daar ook in die bedrijf is het onrustwekkend dat hij is verdwenen. Jammer genoeg. Maar ik zal hem ook eens laten horen hoe hij er naar boven komt. Dus kijk, dit is hij. Dit is hem waar hij vermist is. Dus ik ga ook even dit wegdoen. Mijn naam is Kastie op en vandaag is het tijd om misschien wel een van de meest uitdagende racegames ooit te spelen. Jawel, WRC 9. De game komt deze week uit en ik heb het al voor mijn neus liggen. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen rally-expert, maar ik heb vorig jaar WRC 8 geprobeerd, even op gereden en ik moet zeggen, dat lukte vrij goed hoor. Vandaag gebruik ik natuurlijk mijn rondstuurtje, aangezien mijn Formule 1-stuur redelijk ongemakkelijk is om rally mee te gaan rijden. Voilà, dus we hebben 30 seconden van hem eens nu eens gezien, dus dat is hij. Hij is vermist. Dit is geen wereldstunt of een promotiestunt voor meer abonnees te krijgen, want hij heeft 291.000 abonnees. Dit is ook zijn website. Dit is ook het affiche waar ook wordt gevraagd om te verspreiden. Dus gelieve dit ook te doen. Dus dat is Kastiop. Dus 22 jaar gebouwd, 1,80 meter. Een tengere lichaamsbouw. Blauw ogen. Blond haar. Draagt een sik. Dus dit hier. Wat ik dus nu ook doe. Donkerrood t-shirt met witblauwe verticale strepen, lichte trui, donkere trainingsbroek, Adidas met 3 witte verticale strepen. Zwarte sneakers zou een oranje mondmasker kunnen dragen. Hij verplaatst zich met een Mercedes C180, 3 deurs, donkerblauw, met het nummerplaat 1VJP186. Heb je iets van Kastiop gehoord? Gelieve dan zo snel mogelijk naar de politie te bellen op het nummer 0800 30 300. Ik herhaal 0800 30 300. Je kunt het ook anoniem doorbellen of al kun je het ook uw naam en uw familienaam ook daar achterlaten bij de politie als je tips weet achter Kastiop. Dus als je echt tips weet van Kastiop, bel alsjeblieft naar de politie toe. Zowel de familieleden als de fans, als vrienden, noem maar op, zijn allemaal ongerust. Elke minuut, elke seconde, elk uur is er één te veel dat hem vermist is. Waar zit jij, Kastiop? Laat u horen. Bij deze nog een keer een extra oproepingsbericht hier op Psycho TV. Deze video, gelieve deze video echt massaal te delen, te delen, te delen. Ik ga nog een extra foto erbij halen van Kastiop, wat ik ook nog even heb gevonden. Dit is ook nog Kastiop, dus dat is dus de auto waar hij mee zich verplaatst. Dus met de nummerplaat 1VJP186. Dat is de bloesjestrui waar hij ook droeg bij de verdwijning. En het is ook een professionele short. Ja, dus je ziet het, hij maakt professionele game reviews, noem maar op. Het is een hasselaar. Dus gelieve deze bericht zoveel mogelijk te delen en al. Als het ook terecht is, dan hou ik ook jullie zeker op de hoogte. Dus Kastiop, waar zijt je? Dus gelieve, als je hem terug hebt gevonden, gelieve dan naar de politie te bellen. Bij deze. Heel veel bedankt om naar deze opsporingsberichten te luisteren op Psycho TV.
Bij deze zeg ik, wil ik geen blauw duimpjes of zo, bla bla. Dat hoeft voor mij allemaal momenteel niet. Dit is een serieus bericht. Dit moet de wereld in. Dit moet heel veel gedeeld worden. Echt waar, dat Castiop heel snel teruggevonden wordt. Bij deze, dankjewel.